kijk hier eens aan. Ik knip netjes in die ene groene rand en dat moet bij die andere net zo. Dus ik ga eerst gewoon knippen. Lieve vrienden, een hele goede middag gewenst. Ja, vanaf Corina en de Beestenboel. Alleen ja, jullie missen er een en dat is onze Gandalf. Ja, die loopt een beetje te snel. Ja. Hé, kereltje. Ja. Hé. Maar oké, jullie weten dat hij er is. Dat, ik ga straks met deze twee verlopen. En die daar krijgt eten. En nou worden die gewild. Het is inmiddels 2:00 op de klok. En dames, rustig nou even. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Thank you very much. Maar in ieder geval, het is weer grijs-grauw en triest. En er is niks aan. Ik moet denk ik nog even een keer naar boven, want ik heb de wasmachine klaargezet, ik heb de droger klaargezet, maar ik vergeet ze aan te doen. Nou ja, kan gebeuren. Die doen we zo even aan. En, hey dames, dat wil vrouwtje niet hebben, wat je daar deed. Pas op jij. Ja? Denk er een kleine. Maar oké, en die gaat van gelijk eten krijgen, dus dat komt allemaal goed. Het is vandaag, moet ik niet vergeten, want dat vergeet ik wel, woensdag 1 september. En nou, de tijd had ik al gezegd, het is inmiddels op mijn horloge weer 11:55. En de computer heeft het precies, die heeft het 9:55. Het is woensdag, we zitten nog steeds in 2021 en jullie zijn aanbeland bij Corina en de Beestenboel. Ja, wie anders, hè? Ik zal het zo weer even doen. Hé? Joh. Maar in ieder geval, geniet van jullie dag en geniet zeker met ons mee. Zoals jullie zien, lieve vrienden, zijn wij weer buiten op de Kanaalweg, op de Kanaalweg. Maar wat ziet mijn oog? En dat zag ik al van de andere kant. Dat ze daar aan het tegelen zijn. Aan het straten zijn. Met het trottoir. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Ja, doe maar, dames. Kijken of dit lukken wil. Met één hand op dat smalle, scheve stoepje. Toen zaten ze vast aan de rollator. Dat gaat goed. Hup, hup, hup. Doe maar. Ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja. Dan wordt het ook weer minder gevaarlijk voor mij en de twee dames. Dan hoef ik, weet ik veel wanneer, niet meer over de weg heen. Maar het is nog maar een klein stukje. Het is nog maar een klein stukje. Dames, komen jullie even voor? Dames, komen jullie even voor? Hallo? Is het lekker? Nou, kom. Kom. Zitten. Rijken aan de andere kant. En zitten. Ga zitten. Goed zo. Rijken ook zitten. Rijken ook zitten. Rijken zitten. Goed zo. En wachten. Zo. En dan pakken we die ook even op. Ik heb er toch van nodig. Zo. Nou, dan gaan we die kant een stukje op.
ja, ze zijn best druk bezig. Ja, ja. Geweldig. We kunnen de weg op. Ja. Kijk hier eens om. Toppie. Komt op YouTube te staan. Ben een YouTuber. Oh, gezellig. Ja, want ik moet iedere keer over de weg. Nou, hè, dat is een beetje gevaarlijk. Ja, dus heb ik dus niet over. Nee. Ik hoop dat het op gaat schieten nou. Dat ik er misschien vanavond vooral overheen kan. Ja, dat denk ik. Nee? Oh. Nou ja, oké. Okay. In ieder geval succes. Lieve vrienden, ik heb de vitrage van Mary alweer af. Dat heb ik keurig netjes weer opgevouwen. Dat zit weer in de tas waar zij het ook in bracht. Dus dat is klaar. En daar ligt het één overgordijn. De andere zit daar nog in die tas. Dan moet ik het knipje van Mary opzoeken om te kijken wat er afgeknipt kan worden. Ik heb de naaimachine alweer met de desbetreffende kleur garen ingespannen. Dus ja, dat komt dan helemaal wel weer goed. Ik ga eens zien of ik het knipje kan vinden. En dat ga ik ruts afknippen. En dan pak ik die andere gordijn en dan moet ik dat ook bij doen. Ja, maar dat komt allemaal goed. Lieve vrienden, ik heb het gordijnenhek in elkaar gespeld. Zoals jullie hier ook kunnen zien. Allebei heb ik de zomer er dus erin gespeld. Dan kan ik het morgen onder de naaimachine doorjagen. Ik ben met mijn eten bezig. En de televisie staat ook al op. Het pruttelt lekker. Ik moet zo weer even roeren. En de meisjes zijn al uit geweest. En ik wens jullie allemaal, stuk voor stuk, een liefdevolle avond toe. En voor later op de avond uiteraard welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer uit jullie bed zien te komen. Wat jullie, hè dames? Ja. Zeker weten, die gaan stoeien. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. En tot aan de andere kant van de nacht.